is weer zaterdag. No stopping us now. Het is zaterdag, aan de vast door de radio. Keihard. Keihard. De lekkerste. Veronica. Coca-Cola sponsort de Mega Top 50. Dit is Veronica, Mega Top 50. Ha! Hallo there, hallo allemaal, van harte welkom. Jawel, dit is weer een nieuwe aflevering van de Mega Top 50 op zaterdagmiddag, oftewel die MTV. Tot 5 uur presenteert Veronica samen met de Trost de 50 best verkochte singles van Nederland in de juiste volgorde. En dat doen we dat we zelf tellen van 50 naar nummer 1. Wekelijks wordt diezelfde Mega Top 50 door Bureau Intermarkt samengesteld. En dat gebeurt weer naar de verkoopgegevens van de Nederlandse platenhandel. En dat gebeurt weer onder een auspiciën van Buma Stemra. Nou, behalve in Nederland is deze lijst ook iedere week te beluisteren op Radio ABC in Suriname. Dus we zeggen weer hallo Suriname! 3 december 1994, tweede jaargang, aflevering 48. En vandaag hebben we te maken met 8 ex-Radio 3 megahits. Let op, 21 Nederlandse producties. 21 Nederlandse producties. En daarvan zijn er maar liefst 11 Nederlandstalen. Goeiedag zeg. Ook 7 nieuwe binnenkomers. En de eerste daarvan komen straks tegen op nummer 48. Sal en Peppa, and it's none of your business. Maar eerst gaan we even kijken naar de top 3 van vorige week. 3. Enorme hit voor Marco Borsato. Vorige week stond hij 10 weken genoteerd op de eerste plaats. En heel misschien staat hij deze week wel 11 weken genoteerd. En heeft hij in ieder geval het record samen met Bryan Adams. Of het zo is, dat hoor je straks om 4:15. Veronica, in het echte lijst, die gaat op 50. En hier is hij dan, het laatste overzicht van de Mega Top 50 van zaterdag 3 december 1994. Tweede jaargang, aflevering 48. En vandaag hadden we te maken met 8 ex-Radio 3 megahits. Ook 22 stippen en daarvan waren er 5 megastip. Verder 7 nieuwe binnenkomers en die gaan we allemaal even met je doornemen. De eerste die trof aan op nummer 48, Sal en Peppa. It's none of your business. Nieuw in de top 50. Leef je uit, zoals jij wilt. Leef je uit. Hij leeft zich uit deze week op nummer 46. De nieuwe single is dat van André Hazes. En ook nieuw op nummer 44, Joe Cocker. To let healing begin. Een blad met 2 A-kanten. Je hoorde net in de Mega Top 50 Tell Me. En dit is Reach Out. Ze komen nieuw binnen op nummer 42, de Sonic Surfers. Dan binnenkomen nummer 5, die vinden we op nummer 30. Het is Cadeautje. Ook een nieuwe binnenkomer, de 6e in totaal. Op nummer 27, Moby. En Feeling So Real. En dan de hoogste nieuwe binnenkomer van deze week. Die treffen aan op nummer 22, zijn de Rednecks. Een old pop in een old crack. Nieuw in de top 50. Old pop in een old pop in een old pop. Zeer toegankelijke muziek van Pearl Jam kwam vorige week binnen op 31 en deze week stijgt ze met een megastip naar nummer 21. En ook een megastip voor Heavy D and the Boys op 20. Nummer 18. Vorige week waren ze de hoogste nieuwe binnenkomer op nummer 29 en deze week stijgen ze met een megastip naar nummer 18. 20 Fingers en Don't Want No Short Dick Man. En ook een megastip op nummer 10 voor The Cranberries. Nummer 7. Waarom nou jij? Waarom nou jij? Jouw hand niet meer. Vorige week op nummer 17 en deze week stijgt hij door. En misschien stampt hij ook wel naar nummer 1, Marco Borsato. En waarom nou jij? Natuurlijk, Gijs. Graag was je af. Hoe ziet de top 10 deze week uit?
Natuurlijk nemen we die even met je door. Op nummer 10 de Cranberries en Zombie. En op nummer 9 Stiffer ISMC met It's a Rainy Day. Dan op nummer 8 de Two Brothers on the Fourth Floor, Let Me Be Free. En op nummer 7 dus Marco Borsato en Waarom Nou Jij. Op nummer 6 één plaats verlies voor Pato Banton en Baby Comeback. En een stip op nummer 5 voor André Rieu met The Second Walls. Dan net zo 4 als vorige week Bon Jovi met Always. En we zijn toegekomen in de top 3 en heel misschien is die wel veranderd. Dit is de enige echte lijn. Nummer 3. De tweede notering van Pearl Jam en Dissident. Het is zo dat heel Nederland nou eindelijk die box vol heeft. En vandaar dat de plaat ook zakt. Ik stond even te denken, wanneer begint hij nou? Maar het is twee keer applaus door elkaar. Wow. Vorige week stond hij nog op nummer 2. In de tiende week had ze al genoteerd staan. En deze week zakken ze dus naar nummer 3. Pearl Jam en Dissident. En één plaats. Winst voor de Hermes House Band. En I Will Survive, want die staat op 2. First I was afraid. I was petrified. La 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 la. Eén plaats winst voor de Hermes House Band in een speciale versie. Wij zijn dol op speciale versies natuurlijk. I Will Survive staat op 5 weken genoteerd in de 950 en ze stijgen met een stip. En dat houdt in dat er niets veranderd is ten opzichte van de nummer 1 van Nederland. We mogen hem met recht feliciteren. Want hij heeft Bryan Adams geëvenaard. In 1991 heeft hij Heintje weer van zijn troon afgestoten met Ich bau dir ein Schloss. Die stond in totaal 10 weken genoteerd op de eerste plaats. Nou, toen kwam Bryan Adams. Die dacht van, ik kan een veel mooier liedje maken. Die heeft het 11 weken lang volgehouden. Je weet wel, dat is nummer uit Robin Hood, The Prince of Thieves. En nou is Marco Borsato er. En die dringt zomaar Bryan Adams van de eerste plaats af. In ieder geval van het record af. Want hij staat ook 11 weken lang op nummer 1 genoteerd. Hier zijn dromen, zijn bedrog. Als ik je zie lopen, dan gaat de hemel een klein beetje open. Nou, dat is wel een applaus waard hoor. Goeiedag zeg. Speciaal voor Marco Borsato. Oh. Ja, sorry Marco, mij ligt het niet hoor. Ik applaudisseer wel voor je. Maar stel dat hij volgende week nog steeds op de eerste plaats staat. Dat zou wel heel speciaal zijn. Want dan is het de langst genoteerde plaat aller tijden in de hitlijst. Nou, als dat zo is, dan de nodigen we hem uit. Dat hebben we bij Bryan Adams immers ook gedaan. Dat hebben we ook bij Heintje gedaan. 26 jaar geleden. Weet je nog, toen Heintje in de studio was? Mooie tijd was dat. Dat was schitterende tijd. En ja. Ik heb een voorbeeld genomen aan zijn haar. Oh, toen. Oh, was hij dat? Dat is over aflevering 48 van de 9 tot 50 van zaterdag 3 des 1994. Het werd gemaakt door Martin, Marien en Martin. Daniel Dekker zat hier voor de tros. De redactie was in handen van Jan Hogestein, Wim Terlaak. Wim Terlaak deed daarnaast ook nog eens de productie en de regie. En mijn naam is Gijs Staafman. Ik wens je straks enorm veel plezier bij Rinkel de Kinkel. En hij heeft het haar van Heintje. Succes ermee. Veronica, de enige echte lijst. Die gaat op 50. Coca-Cola sponsort de Mega Top 50. De ballen.